Goedendag kijkers, ik ben Maisha Neus en dit is een nieuwe aflevering van De Nieuwe Politiek. Vandaag gaan we in gesprek met mevrouw Gina Avans. Een Surinaamse vrouw die woonachtig is in Nederland, maar met roots hier, familie hier, heel veel affiniteit. Komt met regelmaat naar Suriname en is gespecialiseerd in onder andere past life therapie, maar ook nog natuurlijk veel meer. We gaan gelijk met de deur in huis vallen. Dag mevrouw Gina, welkom in Suriname. Of welkom thuis. Dankjewel, Bigoede, dankjewel. Wat is past life therapie en hoe kan het mensen helpen? Oké, past life therapie is eigenlijk het lichten van je doopzeel. Je gaat kijken wat er in je bloedlijn heeft plaatsgevonden, zowel aan vaderskant als moederskant. Want als je weet wat er in die bloedlijnen heeft plaatsgevonden, dan weet je ook wat je moet doen om jezelf te genezen. Het is heel simpel. Als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook wat je moet doen om dezelfde fouten niet meer in de toekomst te maken. Dat is past life therapy. En ik doe dus past life therapy door middel van hypnose. Klinkt spannend. Hoe werkt dat precies? Eigenlijk is hypnose een natuurlijke staat van zijn. Hè? Wij denken dat dit wat we hier zijn nu, dat onze natuurlijke staat is. Maar dat is niet onze natuurlijke staat. Onze natuurlijke staat is dat we onze ogen loslaten, onze oren, onze reuk. Dat we gewoon vertrouwen op de informatie die we krijgen. Als we dat eigenlijk... is het gevoel wat we hebben wanneer we bidden. Weet je? Wanneer je bidt laat je alles los, toch? Je zicht, je reuk, je oren. Je laat alles los. Wel, als je dat gevoel hebt... dan krijg je je informatie zoals je het moet hebben. Dat is hypnose. Niks anders. Klinkt interessant. Maar hoe kom je erachter wat er in je bloedlijn heeft gespeeld? Want ik ben ook natuurlijk heel erg geïnteresseerd in je ancestors en noem maar op. Weten waar je vandaan komt. Maar heel veel kennis is natuurlijk verloren gegaan. Heel veel is ook niet vastgelegd. Namen zijn gewijzigd door de jaren heen. Dus hoe kan je ooit echt weten wie je bent? En wat er zich heeft afgespeeld om dan überhaupt te komen tot de oplossing? Ja. Wat ik meestal doe, is ik breng mensen in een diepe ontspanning. Ik help ze om zichzelf in een diepe ontspanning te brengen. En wanneer ze in die diepe ontspanning zijn, dan gaan ze terug naar de momenten die ervoor hebben gezorgd dat ze nu last hebben van een probleem. En dan kom je uit bij een oma. Dan kom je uit in een vorig leven. En ik ga nu iets zeggen. We hebben niet alleen zwarte levens gehad. Ik heb niet alleen zwarte levens gehad. Ik heb ook witte levens gehad. Dus sommige thema's van mij zijn witte thema's. Sommige thema's van mij zijn Hindoestaanse thema's. Want ik heb ook Hindoestaanse levens gehad. Weet je? Dus als je in die diepe ontspanning gaat, dan worden al die levens die je hebt gehad, die worden één voor één worden ze geheeld. Er zijn ook mensen die komen met de theorie dat omdat het universum zo vast is en de matrix zo groot en er verschillende dimensies zijn, dat het ook kan dat jij als individu of ziel of entiteit, dat je niet alleen op aarde levens hebt gehad, maar ook op andere planeten. Natuurlijk. Ik heb wel eens sessies met iemand gehad dat ik vroeg, oké, waar ben je? Dan zei ze van, ik weet het niet. Ik zeg, oké. Welke kleur heb je? Toen zei ze, ik ben paars. Ik zeg, je bent paars? Oh. Heb je een vorm? Hoe zie je eruit? Zegt ze van, ik heb geen vorm. Ik zeg, oké. Zit je in een parallel leven? Zit je in een andere dimensie? Ja, ik zit in een andere dimensie. Oké. Ik zeg, heb je een naam daar? Ja, maar ik kan die naam niet uitspreken. Dus onze ogen zien alleen dit leven. Hè? Dit is... beperkt. Onze ogen zien alleen dit leven. Maar er is nog veel meer. Veel meer. Maar dan kan je alleen komen wanneer je dit leven loslaat. Dus wanneer je ontspant, wanneer je naar een hoger niveau gaat, en dan kun je bij dat leven komen. Dan kun je bij die informatie komen. Dat is het. Heel wat heilige geschriften of stromingen praten over inderdaad dat punt van enlightenment. De boeddhisten hebben het, yoga's praten erover. In de wintercultuur kennen we het ook. Wat denkt u dat mensen in deze realiteit zouden moeten doen om dichter bij dat punt van verlichting te komen? Geloof niet alles wat je ziet. Geloof niet alles wat je hoort. Geloof niet alles wat je voelt. Want ik voel pijn op basis van wat ik heb meegemaakt.
Ik verwerk informatie wat ik hoor op basis van wat ik heb meegemaakt. En wat ik heb meegemaakt wil niet zeggen dat dat klopt. Wat ik als pijn ervaar, hoef jij niet als pijn te ervaren. Geloof je? Dus die informatie is niet lineair, is niet eenzijdig. Begrijp je? Dus laat het open. En geloof me, Suriname kan het. Suriname kan het. Ik ga je een voorbeeld geven. Wanneer ik in Nederland ben, moet ik met mijn voeten op de grond lopen en ik moet continu voelen. Wie ben ik? Wat voel ik? Wat doe ik? Dat is wat ik 24 uur per dag doe in Nederland. Als ik het hier doe, word ik gek. Hier hoef ik het niet te doen, want het is in de lucht. Het is in het eten. Het is wanneer ik gewoon loop. We moeten gewoon ontspannen. Gewoon ontspannen en vertrouwen dat we alle informatie krijgen die we moeten krijgen. Gelooft u, of als, op basis van wat u net zegt, hè, want ik vind dat interessant. Ja. En een van de redenen waarom ik ook weg ben getrokken uit Nederland toen. Dat was eigenlijk vanaf dat ik het moment dat ik daar kwam, wist ik ga niet hier blijven. Ja, ja, het is een tijdelijke journey, om het zo te zeggen. Ja. En een van de zaken die ik voor mezelf realiseerde, is dat de gemeenschap in Nederland, en ik kan ze niet eens kwalijk nemen, maar ze zijn te ver losgekoppeld van de natuur. Veel te ver. Omdat maar de maatschappij eist het ook van ze. Je kan daar niet off the grid. Je kan niet functioneren als je dicht bij de natuur bent. Je kan niet goed functioneren als je dicht bij jezelf staat. Anokang. Want alles is, ik ga niet zeggen dat alles is, het is heel rationeel. Heel erg rationeel. Nu pas leer ik dat in balans brengen. Maar ik kom weer een beetje in balans, omdat ik pas na 2 jaar weer in Suriname ben. Ik heb er 2 jaar over gedaan vanwege COVID. En ik voelde aan mijn lichaam, ik moet terug naar Suriname. Ik voelde het. Je moet opladen. Ik moet opladen. Ik moet terug hier komen om aan die Bobby te zitten, om het daar weer aan te kunnen. Het klinkt heel dramatisch. Maar de rat race daar is enorm. Ja, die energie is anders daar. En ik ben gelukkig daar. Ik heb mijn kinderen. Weet je, mijn leven is daar. En toch moet ik hier aan het infuus komen om het straks daar weer te kunnen doen. Maar wie heeft het beter? Begin me te vertellen, wie heeft het beter? Begin me te vertellen, Maisha, wie heeft het beter? Degene die moet komen tanken? Of degene die hier zitten, maar het niet beseffen dat het hier zit? Because. Nee, ik moet nadenken, ja. Toch? Het is een interessante vraag. Ja. Kijk, aan de ene kant denk ik dat ik ben het sowieso met u eens. Kwaliteit van leven in Suriname is eigenlijk hoger. De natuur, de lucht, de eten, de mentaliteit, noem maar op. We zijn nog niet zo diep in de matrix of in de rat race om te zeggen van we zijn helemaal verziekt. Ja. Je kan inderdaad even een paar dagen tapzee gaan en rechargen en weer terugkomen. Maar ik ben het wel met u eens dat velen van ons het niet beseffen. Maar u moet ook kijken naar de huidige situatie. Door de economische situatie waarin we zitten. Door de technologische tijd waarin we leven. En we worden gewoon constant gebombardeerd met nieuws, informatie. En hoe slecht het gaat, noem maar op. Dan kom je in die soort van survival mode. Geloof niet alles wat je ziet. Geloof niet alles wat je hoort. Want de kracht van hypnose is dat ik 3 keer, misschien wel 4 keer, misschien wel 10 keer aan jou zeg. Maisha, je bent gewoon geweldig. Wist je dat? Weet je hoe hard de wereld je nodig heeft, Maisha? Je bent gewoon geweldig. Als ik dat 10 keer tegen jou zeg, wordt het ingeprogrammeerd en dan ga je het geloven en dan ga je je daarna gedragen. Maar als ik 10 keer tegen jou zeg dat het slecht gaat in Suriname, dan gaat het ook slecht in Suriname. Dan ga je met die attitude ga je naar de winkel. En als je ziet dat iets duur wordt, dan is het niet 1 keer duur in je hoofd geworden. Nee, het is meteen 10 keer duur in je hoofd geworden. Begrijp je wat ik bedoel? Zeker. Dus ik bagatelliseer het niet, hè. Ik maak het niet klein, hè. Dus de power of manifestatie. Wat je denkt, dat zal zich manifesteren. Geloof me. Als Suriname beseft wat voor kracht, wat voor energetische kracht Suriname heeft... Suriname, ik ga iets heel gevaarlijks nu zeggen, hè. Dan zou Suriname misschien niet eens meer een ontwikkelingsland zijn.
als Suriname zou beseffen, als elke Surinamer zou beseffen hoe machtig hun geest is, hè? Want net wat ik zeg, in Nederland moet ik continu tappen, 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 tappen. En hier is het gewoon. Hier ben ik het gewoon. Als iedereen zou beseffen dat zij het zijn. Ken je die film The Matrix met Neo? Als elke Surinamer beseft dat ze Neo zijn. Kom weer bij me terug, dan gaan we dit gesprek voeren. Dan hebben we lang niet alle problemen die we op dit moment hebben. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Als iedereen zou beseffen dat ze van invloed zijn, dat hun gedachten van invloed zijn op hun handelingen, op hun verwachtingen van het leven. Dat, want je kunt het buigen. Je kunt het buigen. Hè? Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Ik ben een beetje dik. Hè? Ik ben niet slank. Oké, okay dan. Ik moest een badpak hebben. Hè? Want ik ga zwemmen. Ik moest een badpak hebben. Dan kunnen we twee dingen doen. Ik kan een lelijke badpak kopen of ik kan een mooie badpak kopen. Waardoor ik me toch een beetje mooi voel. Dat doe ik. Natuurlijk. Ja, dus ik ben nog steeds dik. Maar ik heb wel een mooie badpak. Waardoor het minder erg is. Begrijp je? Hè? Ja, het is een mindset ding. Begrijp je? Hè? Hoe denkt u dat... Want we praten nu eigenlijk over Suriname. Maar in Suriname praten we ook al heel lang over het feit dat er een mindshift nodig is. Ja. Dat we moeten overstappen van bepaalde dingen die we denken, die, hoe we doen, hoe we handelen, hoe we zijn opgevoed. Of dingen die we denken dat normaal zijn en noem maar op. Hoe kan je een samenleving of een volk bewegen tot verandering? En dan heb ik het niet over fysieke verandering, maar inderdaad over mentale, emotionele, spirituele verandering. Ik denk dat het op een heel vroeg niveau moet beginnen. Begin op die kleuterscholen. Ik heb een liedje. Ik ga dat liedje even zingen. Mag ik dat liedje even zingen? Al die juffrouwen moeten dat liedje zingen. Elke kleine cel in mijn lijf is gezond en elke kleine cel in mijn lijf is blij. Elke kleine cel in mijn lijf is gezond en elke kleine cel in mijn lijf is blij. Ik ben zo blij dat elke cel in mijn lijf gezond is en wel. Begrijp je wat je doet? Je programmeert jezelf. Begrijp je wat je doet als je dit elke ochtend met die kinderen zingt? Je creëert een generatie van positieve zielen. Begrijp je wat er gebeurt wanneer deze kinderen dat lied zingen als ze naar huis gaan? Ze programmeren zichzelf, zijn hun naast en hun omgeving. En het is een begin, hè? Het is een begin, hè? Maar we moeten ergens beginnen. We moeten ergens beginnen. En soms gaat het top-down, maar soms... Meestal gaat het bottom-up, grassroots. Top-down heeft tot nu toe niet gewerkt in de wereld. Want mijn kinderen, die voeden mij nu op, hoor. Ik moet je iets zeggen, ik ben moeder, maar mijn kinderen voeden mij op. Ik voed mijn kinderen niet op, zij voeden mij op. Dat is ook zo met iedere generatie van mensen die wordt geboren. Merk je ook gewoon dat die kinderen scherper, slimmer, vlotter. Kijk die kleine kindjes van nu, je geeft ze even een telefoon. Ze weten, ze kunnen overal naartoe. Waar ik zoiets heb van, ik weet niet hoe je dat moet doen. En ik ga je wat vertellen, hè, om het mooi te maken. Een cyclus van generaties bestaat uit 7 generaties. Dus... jij bent of de laatste generatie van die 7 of je bent de eerste. Mijn dochter is de laatste of de eerste. Dus jullie zijn al andere kinderen. Wij kunnen jullie niet aan. Ook dat is waar. Jullie komen ons dingen vertellen. En dan is het aan ons, het is aan mij, hoe ik daarmee omga. En natuurlijk vind ik het moeilijk wanneer ik dingen van mijn kinderen hoor. Dat ik dit niet goed hoor. Dus dan is het ook weer aan mijn kinderen... om te leren hoe ze mij die informatie geven. Begrijp je? Op een manier die ontvankelijk is voor u, waar u er wat mee kan en waar u er wat mee wil. Want aanvallen en schreeuwen en dan klapt u dicht. Het werkt twee kanten op. Dus de jongere generatie moet leren, maar die oudere generatie moet leren. En alles wat daartussen zit. Want wanneer ik het van mijn dochters heb geleerd, dan geef ik het weer door aan mama. En zo hebben 3 generaties... hebben die verandering meegekregen. Begrijp je? En dat is hoe het gaat. Suriname kan het, hè? Ik geloof dat Suriname het kan. Ik heb nog steeds hoop. En het is een super interessant onderwerp. Maar we gaan zo meteen naar Odi. Dus ik ga afsluiten met de laatste vraag. En dan wil ik ook nog aankondigen dat er een part 2 met mevrouw Avant zal zijn. Gelooft u dat
zaken uit het verleden, van je voorouders, pijn, trauma, slavernij, noem maar op. Gelooft u dat dat opgeslagen zit in je cellen? Want er zijn... Ja, volle borst, ja. Alle informatie zit opgeslagen op cellulair niveau. In de celwand en in je celkern. Het zit in je DNA-streng opgeslagen. Al die informatie. Van je hele bloedlijn. Van je vaderskant, van je moederskant. Zelfs geadopteerde kinderen hebben ook nog informatie van de ouders die ze hebben geadopteerd. Zo ver gaat het. Super interessant. Ja. Beste mensen, dit was mevrouw Gina Avans. Stay tuned bij de... DTV Express. We zijn zo meteen met Guno Ravenberg in het programma Odi Odi. En we zullen mevrouw Gina Avans snel weer bij ons hebben voor een part 2 van dit interessant gesprek. Blijft u kijken, beste luisteraars en kijkers. Ik was Maisha Neus. Fijne dag en tot ziens. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.